vrijdagavond stonden zo'n 80 vluchtelingen van de Notweg op straat. We hebben toen met allerlei verschillende clubs op verschillende plekken onderdak kunnen vinden voor ze. We hebben toen nog één nacht onderdak in de OT 301 kunnen vinden. En toen leek het weer af te lopen. En toen gebeurde toch wel iets heel bijzonders. Er is een humanitaire bezetting van deze kerk gekomen. Aan het eind van de middag, 50 krakers hebben de deur geopend, de politie gebeld. En later op de avond kwam de eigenaar. En de eigenaar heeft gezegd dat hij onze contract gaat geven tot 1 maart. Dus we hebben voorlopig een plek. En als de groep dat wil, kunnen ze daar gebruik van maken. Nou, oké, pardon. Naast dit gebouw zijn twee woongroepen. En zowel de ene woongroep als de andere woongroep zei, eigenlijk is dit de beste plek om het te doen. De kerk staat leeg, er zijn douches, er is stromend water, er is elektriciteit. Dus dit is een goede plek om ze op te vangen. En om van hieruit ook verdere acties in de toekomst te gaan organiseren. Dus, we willen vooral in de eerste plaats een rustige plek waar ze even kunnen bijkomen. En vervolgens gaan we bijvoorbeeld morgen met bussen naar de Tweede Kamer toe, waar de Kamervragen worden gesteld. Dus dat is eigenlijk wat we op dit moment aan het doen zijn. Ik hoor bij de Protestantse Kerk Amsterdam. Die zijn eigenlijk vanaf het begin af aan al betrokken bij de opvang van vreemdelingen. Eigenlijk vinden wij dat asielzoekers die niet terug kunnen naar hun eigen land, die zeker niet op straat en zeker niet binnen in de winter. Dus voor ons is het belangrijkste dat er goed voor deze groep gezorgd wordt. En wat wij doen is, wij schakelen ons netwerk in en wij gaan naast andere clubs en organisaties staan die dit mogelijk maken. Nou, in principe heeft de groep de ruimte om hier tot 1 maart te verblijven. Maar ze zullen zelf moeten kijken of ze dat willen en of dat in hun belang is. Uiteindelijk nemen wij de beslissingen niet, maar die beslissingen neemt de groep. We hebben contact met de 5 leiders van de groep en met de vluchtelingen zelf. En zij bepalen wat en hoe lang ze hier willen zijn. En zolang zij ervoor kiezen, gaan wij met een hele brede groep van mensen, als burgers, als Amsterdammers, om hun heen staan. Om dat te geven wat ze nodig hebben om hier menswaardig te kunnen leven. Ja, ik vind het zelf als gelovige, als volgeling van Jezus wel tof dat we in een kerk zitten. Het heeft denk ik wel een mooie symboolwaarde. Veel van de mannen zijn zelf ook gelovig, dus voor hen is het ook bijzonder om op een plek als deze te zitten. De kerk is vernoemd naar Sint Jozef, de beschermheilige van alle families. En gisteren zeiden we tegen elkaar als groep, als wij de komende tijd als een familie hier zijn, dan zetten we denk ik op een hele veilige plek. Waanzinnig dat die mensen dit hebben gedaan. Zo ontzettend goed. Ik zag het al op livestream. Vrijdagnacht, hoe ze in de kou staat en dat dit zo snel opgelost is. Ja. Nu is het belangrijk, vinden ze zelf, om het thema op de agenda te houden. En dat is ook de reden waarom wij dat steunen. We gaan morgen dus naar de Tweede Kamer in Nederland, waar met bussen, omdat daar vragen gesteld zullen worden over deze groep. En we hopen dat er een oplossing gevonden wordt voor asielzoekers die niet kunnen terugkeren naar hun eigen land, om allerlei redenen. Een beschaafd land als Nederland zet mensen die niet terug kunnen, niet op straat. Ja, er was een aanbod om 30 dagen lang in de daklozenopvang te zijn en dan uiteindelijk weer in vreemdelingentesten te gaan. Uiteindelijk hebben mensen ervoor gekozen dat niet te doen. En uiteindelijk heeft er maar een hele kleine groep ervoor gekozen om in te gaan op het aanbod van de burgemeester. Waarom? Als je impact wil hebben, moet je bij elkaar blijven. En daarom hebben ze gezegd, we zoeken een oplossing waar we bij elkaar kunnen zijn. Nou, deze kerk is super groot, er is ruimte voor iedereen. En we zijn hard aan het werk om veldbedden te krijgen. Ik heb net geregeld dat er centrale verwarming komt vanaf morgen. Dus alle voorwaarden zijn aanwezig voor een mooie winter hier. Heb je geregeld net met de eigenaar?
de eigenaar werkt heel goed mee en dat is heel positief. Dus ja. Dus hij is helemaal niet boos, maar hij is... Nee, nee. Hij vertelde zelfs dat hij, toen hij het nieuws zag, zelf al dacht... Hé, ik heb nog ergens een kerk leeg staan, kan ik er niet wat mee doen? Dus ja, dat is eigenlijk een lucky shot geweest. Want we zaten natuurlijk te wachten tot de politie hem zou bellen. En meestal heb je dan een eigenaar die not amused is. En we hebben hem dus erg meteen gevraagd van nou, doe geen aangifte. Want als je aangifte doet, maak je het deze groep ontzettend moeilijk. En hij begreep dat meteen en hij heeft meegewerkt, is hier ook. En ja, dat is denk ik het wonder van de Vluchtkerk. Deze man heeft gewoon zijn hart laten spreken. Hij zag een groep mensen die geen dak had. En hij zei, ja, het vriest vannacht, het gaat morgen sneeuwen. Laat ze hier zijn tot het beter weer wordt. Dat is wat hij gezegd heeft. Gisteren is dus het initiatief genomen door Krakers in Kerken. Maar we hebben Amsterdammers nodig om ons heen. Die niet alleen nu, de eerste dagen, maar ook de komende weken hier langs blijven komen. En ervoor zorgen dat het veilig is, dat het veilig blijft. Dat er voldoende voorzieningen zijn. In de eerste plaats is dat de verantwoordelijkheid van de groep zelf. Dat vinden ze zelf ook. Maar als zij aangeven dat er iets nodig is, dan hoop ik dat er genoeg Amsterdammers zijn die daarin voorzien. Dus wat we op dit moment nodig hebben is eigenlijk alles wat het hier warmer en lichter kan maken. Dus denk aan verwarmingen, denk aan, aan tapijten bijvoorbeeld op de vloer. Het is de eerste betonnen kerk die ooit gebouwd is. Maar dat betekent ook dat het vochtig is, dat het koud is hier. Behalve de slaapvertrekken, daar hebben we voor verwarming kunnen zorgen. Maar goed, het zou goed zijn als mensen ook oude meubels hier komen brengen. Er is ruimte voor een heleboel. Ja, er zijn allerlei plannen om voetbal te gaan kijken met elkaar, om concerten te organiseren. Dus het kan een hele mooie winter worden hier. Maar het belangrijkste is dat dit de plek is, op dit moment, om hun thema op de agenda te houden. En iedereen die dat thema ondersteunt, is welkom om daaraan mee te werken.